Gemeente Lingewaard werkt aan wat zij noemt een accommodatieplan Bemmel. Het gaat daarbij om de huidige en toekomstige huisvesting van culturele en maatschappelijke voorzieningen in het dorp. Maar de bestaande problemen wachten niet. Ze versterken elkaar en dat tij moet snel gekeerd. In een centrum waarvan inmiddels menig winkelier en ondernemer afscheid heeft genomen, spreekt Omroep Lingewaard wethouder Aart Slob, verantwoordelijk voor onder andere cultuur, welzijn en accommodaties. En dat in de grootste leegte van het dorp, de ruimte waar recent supermarkt Co-op uit vertrok, in winkelcentrum De Assenburg. In wat problemen lijken, zoekt de wethouder mogelijkheden. In Bemmel zal men hopen dat dat wat wordt, maar zal men ook afstemming en kwaliteit verwachten, voor haar voorzieningen in het dorpshart en naast haar theaterkerk. Kunt u in het kort vertellen wat u van plan bent voor deze ruimte in het centrum van Bemmel? Ja, dat kan ik en dat doe ik graag. We zijn er bezig, of we zouden dit jaar van start gaan met een accommodatieplan Bemmel. Waarin we gaan kijken welke accommodaties zijn de komende 20 tot 30 jaar nodig in Bemmel. Wat moeten we investeren om ze duurzaam te maken? Wat moeten we investeren om ze toegankelijk te maken? En in dat proces kwamen dit pand even steeds meer naar voren als een leegstaand pand. En wij vonden dat we daar iets mee moesten doen. Dus we zijn een onderzoek gestart met van wat zouden we als gemeente met dit leegstaande pand kunnen doen. En daarbij hebben we ook gelijk al gekeken naar de omgeving. Want we zien in Bemmel steeds meer leegstaande winkels en dat baart ons zorg. Het centrum van Bemmel moet voor iedereen leefbaar blijven. Dus we hebben een onderzoek gestart van zouden we hier een mooi ontmoetingscentrum van kunnen maken. Waarin we bijvoorbeeld de Biep en andere activiteit uit de Kinkel en uit het gebouw van SWL hier naartoe zouden kunnen verhuizen. Nou, dat onderzoek zijn we eind vorig jaar gestart. En dat onderzoek is nu afgerond. En dat betekent dat best wel een grote aanpassing vraagt. Want in dit pand, u ziet het hier, is geen daglicht. Dus dat betekent dat we daglicht naar binnen moeten brengen. Dus we gaan een gat in het dak zagen om daglicht naar binnen te brengen. We moeten het duurzaam verwarmen, dus allerlei investeren. En de uitkomst is dat dit pand heel goed geschikt te maken is als ontmoetingscentrum voor Bemmel. En we zien dat ook mooi dat het in het centrum van Bemmel ligt. Ook bij de theaterkerk. We zien ook mooie verbindingen met de theaterkerk. En de volgende fase waar we nu mee bezig zijn is van passen al die activiteiten die nu in het gebouw van SWL, de Kinkel en de bibliotheek zijn, pas je die hier ook in? Daarvoor hebben we een intentieovereenkomst met de eigenaar afgesloten. Dat we even de tijd hebben om dat onderzoek af te ronden. In de tussentijd hebben we ook een intentieovereenkomst afgesloten met de parochie voor de pastorie hier in Bemmel. Want daar willen we de kantoorfuncties inbrengen. Zodat deze locatie echt alleen maar gebruik wordt voor ontmoeten. En ontmoeten gaat de komende jaren steeds belangrijker worden. Want Bemmel gaat misschien wel als een van de eerste kernen het meest vergrijzen. Dus over een jaar of in 2035 is denk ik 1 op de 3 Bemmelaren 65. Dat zijn gigantische aantallen. En dat betekent dat we goede voorzieningen daarvoor hebben. Zodat mensen even elkaar kunnen blijven ontmoeten. Informatie kunnen krijgen. En wij denken dat dit daarvoor een hele mooie plek zou zijn. En wat ook mooi is, dat geeft beweging naar het centrum toe. Dat is goed voor onze winkeliers. Dat is goed voor onze horeca. En dat gaat ervoor zorgen dat het centrum van Bemmel leefbaar en vooral ook gezellig blijft. Geeft u met de plannen om hier culturele en maatschappelijke functies te huisvesten nieuwe winkelinitiatieven enigszins op? Nee, helemaal niet. Waarbij we wel moeten onderkennen dat er, dat hoor ik vanuit mijn collega van EZ, dat er weinig nieuwe ondernemers hier zich in het winkels willen vestigen. En dat heeft te maken met een aantal elementen. Steeds meer dat mensen bestellen digitaal, via het internet. Of gaan naar de grote winkels in Arnhem en Nijmegen. En dat betekent dat we hier echt moeten investeren in beleefbaar winkelen. En ik denk dat dat heel goed past met ook een bibliotheek die voor aantrekkingskracht zorgt. En allerlei sociale activiteiten waar mensen aan deel kunnen nemen. Van het biljarten voor senioren tot de babymoeder. Middag om ervaringen uit te wisselen. Al dat soort activiteiten kunnen wat mij betreft hier een prima plek vinden. En wat ik daarbij misschien ook wel mooi vind, is dat geeft ook de mogelijkheid
dat we wellicht ook bij de Kinkel even ruimte vrij krijgen om woningbouw in het centrum van Bemmel toe te voegen. En we zien dat er een groot tekort is, met name aan seniorenwoningen. En je ziet ook dat er steeds minder mensen beschikbaar zijn om in de zorg te werken. Dus we moeten dat ook anders organiseren. Dus zouden dat bijvoorbeeld een hele mooie plek vinden om een nieuwe vorm van bejaardenhuis, wat we geclusterd wonen noemen, waarbij mensen met elkaar dingen delen. Bijvoorbeeld een huiskamer, misschien straks ook wel logeerkamers, zodat de kleine wonen, maar de kleinkinderen kunnen wel logeren, want er is geen gezamenlijke kamers. Nou, dat soort concepten denken wij dat optimaal op die plek zijn te ontwikkelen. En ik zeg wel eens gekscherend, dan kunnen ze over de ponylaan met z'n allen ook weer naar het centrum van Bemmel doen, om daar ook weer de boodschappen te doen, te beleven, een kop koffie in het wapen te drinken. Nou, ik denk dat we hier zouden we echt iets heel moois voor Bemmel voor kunnen realiseren. En met de plannen voor verplaatsing van de bibliotheek, SWL en kinkelfuncties naar het winkelhart van Bemmel speelt u ruimte vrij voor nieuwe plannen, zoals u zegt, op de huidige locaties daarvan. Toch wordt woningbouw daar eigenlijk nog niet meegenomen in de plannen. Waarom niet? Nou, even die plannen zijn we nu al aan het ontwikkelen. En al heel lang even is de locatie waar nu het gebouw van SWL staat en de Kinkeling, het noodgebouw van de school. Ook daar wonen nu Oekraïense vluchtelingen in. En ook bij het huisvesten van de Oekraïense vluchtelingen hebben we al gezegd, nou, dit is voor maximaal een periode van 5 jaar. Want daarna gaan we deze ontwikkelingen voor wonen gaan we daar realiseren. En nou, in 2016 is volgens mij de Kinkelvisie gemaakt. Ja, die heeft heel lang even in de kast gelegen. En die gaan we nu weer uit de kast halen, afstoffen en nieuwe land geven. En woningbouw hoort daar zeker bij. Naast de Assenburg betrekt de gemeente ook de pastorie bij de plannen. Opgeteld levert dat alsnog veel minder vierkante meters op dan de bibliotheek, SWL en kinkelfuncties nu op hun huidige locaties ter beschikking hebben. Hoe kan de conclusie dan zijn dat deze verhuizingen toch haalbaar zijn? Nou, even allereerst hebben we als opdracht vanuit de gemeenteraad, heb ik als opdracht of als college, dat we ook naar multifunctioneel gebruik moeten gaan kijken. Dus een veel intensiever gebruik van verschillende ruimtes. Hè. Dus een multifunctioneel gebruik wil zeggen dat een ruimte niet wordt toegedeeld naar één gebruiker, maar dat er wordt gepoogd om hem van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds zo optimaal mogelijk in te zetten. Dat geeft besparing op. En we kijken ook breder dan alleen maar deze ruimtes. Even bijvoorbeeld in het gebouw van SWL vindt nu jeugdzorg plaats. Nou, we gaan ook een nieuwe sporthal bouwen bij het OBC. Daar komt ook een kantine bij. Even, dat is ook nieuw. En die kantine staat 's morgens en 's middags en 's avonds tot 8 uur leeg overdag. Nou, wij denken dat dat bijvoorbeeld een hele mooie plek zou kunnen zijn om het jongerenwerk dicht bij de school even onder te gaan brengen. Dat is een veel natuurlijker plek dan nu bij in het gebouw van SWL. Dus we kijken ook veel breder dan alleen maar naar Assenburg en de pastorie. Moeten culturele voorzieningen die we samen delen dan niet toch wijken en dus inschikken voor woningbouw rond het Groene Hart? Nee, even kijk, wij doen dit om iets moois voor Bemmel te realiseren. Iets moois voor de verenigingen. En één ding staat bij ons bovenaan, is dat iedere stichting, iedere vereniging weer een goede plek heeft. En wij hopen, wij willen dat eigenlijk, ja, en juist in dit pand nog meer dan nu, of misschien wel veel meer dan nu, clubs elkaar gaan versterken, vrijwilligers even worden schaarser, maar ook dat er een soort kruisbestuiving plaatsvindt. Als ik nu kijk naar de historische kring in de Kinkel, die zitten ergens bovenaan, en dan hebben ze een lokaaltje. Niemand weet het. Mijn beeld is dat als je hier straks binnenkomt, dan heb je hier glazen kijken door het raam naar binnen en dan zie je daar de mensen enthousiast bezig met de geschiedenis, even de historie van het mooie Bemmel. En dat ook weer leidt tot nieuwe leden, nieuwe mensen die mee willen doen. En zo geloof ik dat we dat juist veel meer met elkaar kunnen versterken. En ook een bibliotheek hierin, in combinatie met Klink. Kijk, je ziet ook dat de rol van een bibliotheek anders wordt. Ik hoop dat we hier straks een soort mini-podium in de bibliotheek hebben, waarbij voorgelezen kan worden, maar waarbij ook andere dingen georganiseerd kunnen worden. Nou, zo gaan we volgens mij kunnen we iets heel moois met elkaar realiseren. Zorg voor meer vrijwilligers, meer activiteiten, meer elkaar versterken.
En ik denk dat Bemmel dat nodig heeft. En ik denk zeker als ik kijk naar de vergrijzing, dat zelfs moet. U voert nog gesprekken met betrokken partijen. Ja. Wanneer kunnen we hier de eerste voorleesmiddag of computercursus verwachten? Planning is dat we eigenlijk hopen dat de Raad voor de zomer een besluit neemt. En dat is best wel heel ambitieus. Dat betekent dat we in januari en februari de eerste gesprekken met individuele organisaties afronden. Dat we in maart de groepsgesprekken gaan organiseren. En we verwachten dat we in april al die gesprekken kunnen gaan terugkoppelen. Zodat ook mensen kunnen zien wat hebben we daarmee gedaan. En ik hoop dan ook een eerste plaatje te laten zien van hoe gaat dit er dan, hoe zou dit er dan uit kunnen komen te zien? En dan gaan we langzaamaan richting ook het financiële verhaal kloppend krijgen. En een eerste besluitvorming in het college. En dan vervolgens besluitvorming binnen de Raad. Even, waarbij het ook nog zou kunnen zijn dat we in april met elkaar de conclusie trekken dat het niet haalbaar is. Maar wij vinden het als college dat we echt een verplichting hebben als je kijkt naar wat hier nu leeg staat, naar de samenleving van Bemmel, om hier serieus onderzoek naar te doen van biedt dit kansen voor de samenleving van Bemmel. Ja. En die schetsen laten toch zien dat u zou huren. De budgetten zijn natuurlijk niet eindeloos. Wat denkt u van de mogelijkheden die u heeft om wat aan dit pand te doen? Ik denk dat wij voldoende... We spelen ook panden vrij. Dus ik denk dat we voldoende financiële middelen hebben om dit met elkaar te gaan realiseren. Misschien mag ik u dat vragen. De gelden die zouden komen van de panden die u vrij speelt, kunnen die hier worden geïnvesteerd? Die kunnen hier worden... Ja, daar gaat de Raad over. Hè? Maar het onderzoek richt zich daarop dat we die gelden ook hier weer kunnen investeren. En het gaat erom dat we streven naar een budgetneutrale overgang van de huidige drie panden naar dit pand. En dat zal moeten uitwijzen of dat gaat lukken. De eerste, beelden laten wel zien dat haalbaar moet zijn. Want anders moet je hier ook niet aan beginnen. En sloopt u dan het huidige pand van de SWL, de vroegere school aan de Cooperstraat, waar toch veel herinneringen liggen? Nee, even dat het gebouw van SWL was sowieso al de planning om op termijn te gaan slopen. Hè. Dus SWL zou daar sowieso tijdelijk zitten. Want in al onze plannen staat dat als toekomstige woningbouw in combinatie met wat nu Kinkelink heet, de oude school, noodgebouw waar nu de Oekraïnse vluchtelingen in wonen. En u bouwt dan rond het Groene Hart en niet in het Groene Hart, om het zo maar te stellen. Wij bouwen aan de rand van het centrum met een hele mooie toegang vanuit de Ponylaan om fietsend, wandelend naar het centrum te gaan.